studioverhoorder zal altijd proberen om de getuige eerst zoveel mogelijk op zijn of haar gemak te stellen. Dat kan door bijvoorbeeld een spelletje te doen, iets te tekenen of een beetje te kleuren. Maar ook altijd zal de keuze gegeven worden van of het getuige misschien eerst wil vertellen. Nou, indien dat het geval is, vraagt de studioverhoorder wat de getuige vandaag komt vertellen. Het doel is altijd om een zo betrouwbaar mogelijke verklaring te verkrijgen van de getuige. Een studioverhoor duurt gemiddeld 1 à 2 uur. Tijdens het studioverhoor wordt het welzijn van de getuige altijd goed in de gaten gehouden. Als het verhoor klaar is, dan wordt de getuige weer naar de ouders of de begeleiders gebracht.